Hoi, superleuk je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een mega shopvlog voor jullie. Ik ben namelijk naar de stad geweest, want ik kon mijn nieuwe bril ophalen die ik nu ook op heb. En ik ben gewoon ook even naar wat winkels geweest en ik heb wat dingen gekocht. Dus ik dacht, ja, ik vind het wel leuk om dit met jullie te delen. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke winkels ik zoal ben geweest, wat ik zoal heb gekocht, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zal de prijzen van de producten in beeld neerzetten, zodat je ook weet wat alles heeft gekost. Ik ga even beginnen met een aantal items van de Intratuin. Ik moest namelijk een cadeautje hebben voor mijn opa en ik wilde wat kopen voor de tuin. Ik moet zeggen, de Intratuin waar ik was, die was nog een beetje rommelig, want ze waren nog heel erg bezig met het opruimen van de kerstspullen. Nou, allereerst heb ik stickers gekocht. Ik heb vier paar. Het zijn gewoon vier dezelfde setjes. Maar hier staan vogels op. Het is eigenlijk bedoeld om op je ramen te plakken. Zodat vogels niet tegen je ramen aanvliegen. Zodat ze niet kunnen botsen. Maar ik vond het ook gewoon heel erg leuk. Mijn opa houdt heel erg van dieren. Hij heeft een soort van serre aan zijn huis. En ik dacht, hoe leuk is het om van die vogeltjes op die ramen te plakken. Kijk, ik kan me voorstellen, op je eigen ramen doe je het niet zo snel. Maar op de ramen van een serre kan dit gewoon hartstikke leuk staan. Dus ik heb vier velletjes met deze stickers gekocht. Omdat ik dat gewoon heel erg leuk vond en wel passend vond. Dan was ik op zoek naar iets voor aan de schutting. En ik heb dus deze plaat gekocht. Er staat een rookworstje op. Dit is speciaal voor outdoor. Je kunt hem ook binnenshuis gebruiken. Maar hij is voor aan de schutting. Er zit ook een ophangsysteemtje bij. Heel erg handig. En je had diverse soorten. Het was wel allemaal heel erg mooi van herfst. Je had ook egeltjes. Je had andere vogeltjes. Ik heb ook hertjes gezien. En ik heb eekhoorntjes, egels. Nou, volgens mij had ik die al genoemd. Je had best wel diverse soorten. Ook andere vogels. Maar ik vond het roodborstje het leukst. Die vond ik het best bij mijn opa passen. Dus die heb ik gekocht. En het laatste wat ik bij de Intratuin kocht, dat is iets voor mijn katten. En dat is dit blik. Hij was nog wel van kerst hoor. Dit was een party mix. Je ziet ook echt zo staan van voor. Dit is een blik en hier zitten drie zakjes in met party mix snoepjes. Er zitten twee keer de Seaside mix in, twee keer de original en één keer de picnic mix. Dus je hebt vijf zakjes. Ik ga het er even niet uithalen, want er lopen hier ook katten rond. En ik weet zeker dat ze gelijk snoep willen. En het is nu geen snoeptijd. Maar ik vond het gewoon ook handig dat je een opbergblik erbij had. Want volgens mij... Oh, kijk wat leuk. Felix staat er ook echt gewoon op. Dit vind ik heel erg leuk. Ik vind het wel handig om alles op te ruimen. Zeg maar gewoon in een blik snoepjes en zo. Dus die heb ik even voor mijn katten gekocht. Dan was ik even bij het kruidvat en ik zocht hier iets. Ik had namelijk in de folder van vorige week nepfruit zien staan. En ik heb op mijn tafel, hij staat er momenteel niet op, heb ik een bak staan en daar kun je dus fruit in stoppen. Maar omdat ik zelf geen fruit eet, ja, ga je er geen echt fruit in doen. Toen kwam ik nepfruit staan, bij mij bij de kruidvat hadden ze het niet. Dus ik dacht, nou, ik ga nog naar de stad, dan kan ik daar even kijken. En ik heb dus een zakje met nepfruitjes gekocht. Hier zitten een appeltje in, volgens mij nog een appeltje en een peertje. Het zijn wel vrij kleine nepfruitjes. Misschien zouden ze bij mij deze week binnen krijgen dat ik nog een netje erbij had. Volgens mij had je drie verschillende soorten. Dat is allereerst deze. En ik heb ook nog een setje met deze. Dus ik denk dat het wel gewoon heel erg leuk staat op tafel om gewoon hier te zetten. Er wordt hier aan alle kanten aan de netjes gelikt, want dat schijnt lekker te zijn. Dus allereerst die. Dan heb ik ook een concealer gekocht. Die had ik al een tijdje op mijn wishlist staan. Maar ik vond hem elke keer best wel aan de prijs. Dus ik dacht, ik ga hem niet zomaar kopen. Deze is van Maybelline. Oh, volgens mij heeft hij er een beetje moeite mee. Het is de Instant Anti-Age Eraser Multi-Use Concealer. Ik heb hem in de kleur 05 Cool Ivory. En ik was gewoon heel erg benieuwd om deze te proberen. Dus ik dacht, nou, laat ik die gewoon een keertje kopen. Nu met 50% korting vind ik dat leuk. Dus dan kan ik dat gewoon een keertje proberen of dat wat is. Dan kocht ik een beschermset voor mijn iPhone. En mijn iPhone had een nieuwe screen protector nodig. Want er zit hier een heel klein barstje in.
En ik had een nieuwe nodig. En ik wist dat ze bij de Kruidvat beschermsetjes hadden. Bij mijn Kruidvat hadden ze die niet voor mijn iPhone. Maar die kwam ik dus nu in de stad wel tegen. En screen protectors voor de iPhone die ik heb zijn niet zo heel makkelijk te kopen. Dus ik heb een heel setje. En wat zit hier nou in? Ik zal hem even openmaken. Wat een gedoe. De gebruiksaanwijzing. En dan heb je dus een hoesje voor je iPhone. Wat heel erg handig is. Wat ik ook heel handig vind, zitten hier weer twee van die gaatjes waar dus een touwtje doorheen kan. En dus de screen protector. En ik vond een hoesje op zich erbij ook wel heel erg handig. Want het hoesje wat ik nu heb vind ik heel erg fijn. Ik heb deze eromheen. Dat vind ik ook heel erg leuk. Alleen ik heb een draadloze oplader. En ik kan momenteel niet mijn telefoon opladen met dit hoesje. Want die popsocket zit in de weg. En je kunt hem dus wel. Je kunt je telefoon dus wel opladen met het. Met een hoesje eromheen. Alleen dus niet met het hoesje wat ik had. En ik ben er niet zo'n voorstander van om elke keer mijn hoesje uit mijn telefoon. Of uit mijn telefoon uit mijn hoesje te halen. Dus ik dacht, dit setje ziet er wel op zich goed uit. Ik krijg hem er alleen niet meer terug in. Dus ik dacht, die ga ik gewoon even meenemen. Dan heb ik die ook. Dan was ik even bij de Bruna. En bij de Bruna heb ik eindelijk een dummyboek gekocht. Het is wel een ander boek dan degene die ik had. Volgens mij komt hij op de camera iets lichter over. Het is een beetje een soft kleurtje. Hoe noem je dat? Pastel, roze. Normaal had ik ze van een ander merk, die hadden ze niet. En nu hadden ze deze. Die was eigenlijk hetzelfde geprijsd. En hier zitten dus gewoon lege pagina's in. Die gebruik ik dan als bullet journal voor mijn blog en YouTube kanaal. Dus daar was ik wel heel erg blij mee dat ik nu een nieuwe heb. Want dan kan ik ook met 2020 aan de gang. Want daar was ik natuurlijk al een tijdje naar op zoek. Hij heeft 160 bladzijden van 80 gram. Ik denk dat er iets minder bladzijden in zitten als in mijn andere. Maar die hebben ze gewoon bijna niet meer. Dus nou ja, ik vond deze ook eigenlijk dikke prima. En ik heb een boekje gekocht over fotografie. En dat is Lees dit als je topfoto's wilt maken. Dit is van Henry Carroll. En het is een boekje met plaatjes, met afbeeldingen. En dan kun je dus gewoon doorlezen voor topfoto's. Ik heb natuurlijk nu sinds een paar maanden mijn nieuwe camera. Maar ik vind dat soms nog best wel lastig. En dit boekje kan je daarbij helpen om... er staan gewoon technieken, praktische technieken en nuttige tips in om je foto's onmiddellijk een ander aanzien te geven. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon lezen. Het ziet er heel goed uit, mooie platen erin. Dus ik ben wel heel erg benieuwd, ook dingen over de ISO en zo. Dat is gewoon heel erg handig. Dus ik dacht, nou, ga ik gewoon zo'n boekje halen. Want ik wilde eigenlijk zo'n boekje bij de Action halen over fotografie. Maar die hebben ze momenteel helemaal niet meer. Dus ik heb gewoon deze gekocht bij de Bruna. Dan was ik even bij de Ethos en daar hadden ze de korting op zowel Real Techniek als Echo Tools. Ik wilde heel graag nog een set van Real Techniques, maar helaas zijn de Ethos filialen niet zodanig groot dat ze een heel uitgebreid assortiment hebben. Toen kwam ik dit setje van Echo Tools tegen. Ik wil al mijn kwasten gaan vervangen, want ik heb nog heel veel kwasten ook van de HEMA. En die zijn op zich prima, maar die zijn nog zulke jaren oud. En ik make-up nog steeds geweldig vind. Dat ik dacht, nou, ik wil het eigenlijk nu gewoon gaan vervangen voor wat kwalitatief betere kwasten. En ik heb dus het Daily Defined Eye setje gekocht. En hier zitten dus allemaal kwasten in voor de ogen. Hier komt ook nog een review van online op mijn blog. Er zitten 3 lookcards bij. En je hebt ook nog een plaatje met hoe je je collectie kunt uitbreiden. En er zit een brush system bij. Dus als je meerdere van dit soort kwasten hebt, kun je hem dus in elkaar bouwen. Zodat je ze kunt bewaren. Ik had nog cadeaubonnen van de Ethos. Deze was nu met 25% korting. Dus vandaar dat ik hem nu voor best wel goedkoop kon kopen. Maar ik ben wel heel erg blij hiermee. Maar hier komt dus nog een review van online op mijn blog. Dat geldt trouwens ook voor de concealer. Daar kun je ook nog review van verwachten. Dat waren de aankoopjes van de Ethos. Dan heb ik nog een paar nieuwe laarzen gekocht bij Van Haren. Ze hadden nu korting met 50%. Ja, ik wilde heel graag nog een paar laarzen, want ik heb eigenlijk best wel veel schoenen. En voorheen, toen ik nog niet alleen was, toen mocht ik op een gegeven moment geen schoenen meer kopen. Maar hey, ik ben alleen, dus ik mag schoenen kopen als ik dat wil. En ik heb dus een paar laarzen gekocht. Het zijn deze laarzen. Ik zal ze zo even aantrekken, zodat je kan zien hoe het staat. Ze zijn wel van Suede, ze zijn wel vrij lang.
Ik wilde eigenlijk zelf het liefst een paar laarzen hebben die wat korter zouden zijn. Maar die hebben ze bijna niet meer. En deze zit wel heel netjes. Ik zeg er wel even bij, ik heb nu niet een hele strakke broek aan. Althans, het was een strakke broek, maar die is niet meer zo heel erg strak. Dus als je het zo meteen bij de aanbeelden ziet, kan het zijn dat het niet zo heel erg netjes zit. Dat de broek niet zo strak zit. Maar normaal, als je hem met een hele strakke skinny jeans draagt, ziet het er heel erg mooi uit. Heeft ook een beetje een punt. Ik moet ze even goed insprayen. En dan heb ik gewoon nog een paar mooie laarzen erbij. Aangezien ik dat best wel mis. Omdat ik toch wel graag hakken draag. Dus dat zijn deze laarzen. Dan ga ik door naar de spullen van de Action. Want ja, ik ben ook bij de Action geweest. En allereerst kocht ik twee storage boxes. Deze heb ik met gouden strepen erop. Ik had nog steeds wat boxen nodig, ook voor mijn knutselhoek boven. En toen waren ze een tijdje helemaal uit de schappen en nu hadden ze ze weer. Ze waren nu ook nog eens in de aanbieding. Dus ik heb allereerst deze. Nou ja, ik heb de vorige keer ook al laten zien. Hier kun je dus gewoon spullen in bewaren. Dus allereerst deze zwart met gouden, die ik heel leuk vind. En ik heb een roze, ook met gouden details. Die vond ik ook wel super leuk. Ze hadden er niet zo heel veel meer, want de aanbieding gold nog tot en met dinsdag, geloof ik. Dus het meestal was er wel op, maar ik kon nog twee mooie scoren. Dus die heb ik sowieso gekocht. Dan heb ik even een heel basic item, en dat is een toiletbrush. Die van mij die was naar vervanging toe. Die ging heel erg brokkelen aan de onderkant. Ik zag gewoon dat hij niet meer uitging. En dit is gewoon zo'n heel basic brush. Het is dezelfde als die ik had. Maar die viel prima. Dus ik dacht, nou waarom niet? En ja, een toiletborstel heb je gewoon nodig in je leven. Althans, ik vind het heel belangrijk om die naast mijn wc te hebben staan. Dan heb ik eventjes een air freshener gekocht met lavendelgeur. En ik gebruik deze voor de bank. Want nou ja, ik wil er niet steeds over blijven doorzuren. Maar mijn bank is niet de allerbeste meer. Die ruikt niet zo heel fris meer. Dus die spray ik elke dag in. En de sprays gaan best wel hard. Dus ik zag nu deze air freshener met lavendelgeur. Dus ik dacht, nou, ik ga die gewoon eventjes kopen. Dan kan ik daar mijn bank weer mee insmeren. Of sprayen. Het is eigenlijk ook voor je home, maar ze hebben hier een hele lijn van. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Weet je, het was zo goedkoop. Wie weet werkt het wel gewoon hartstikke goed. Dan heb ik ook nog even een basic item. En dat is weer even wasmiddel voor de gekleurde was. Want ja, het gaat best wel hard. Dus ik dacht, nou heb ik gewoon weer eventjes eentje op voorraad. Die koop ik altijd bij de Action, want die zijn gewoon lekker low budget. Even kijken hoor. Ik haal even wat spullen eruit. Dan heb ik ook van die cleansing wipes gekocht. Deze kun je gebruiken om je apparaten schoon te maken. Bijvoorbeeld je telefoon, je tablet. Maar ook voor je laptop, computer. Ja, ik dacht ik wil dat gewoon wel eens proberen. Volgens mij is dit gewoon hartstikke makkelijk. Je hebt 40 doekjes en ze zijn nog hartstikke goedkoop. Dus ik dacht nou, waarom probeer ik het niet gewoon eens voor die paar cent dat ze kosten. Misschien werkt het wel super fijn. En heb je gewoon weer hele mooie schone spullen. Dan kwam ik wederom bij de Action dus ook een screen protector tegen voor mijn iPhone. En ik dacht, ik ga hem meenemen. Ook al had ik wel diegene al gekocht. Want ik was als ene laatste bij de Action. Dacht ik, ik ga deze toch kopen. Dan heb ik gewoon eentje op voorraad, mocht die andere het snel begeven, dan heb ik in ieder geval weer eentje liggen. En deze was ik nog nooit tegengekomen bij de Action. Ik wist bijvoorbeeld wel dat Natalie had wel verteld van, oh, bij de Action hebben ze ze. Nou ja, ik kon ze dus eerst niet vinden, maar nu hadden ze ze, dus ik dacht ik neem er eentje mee. Dan heb ik nog een aantal stickerboekjes gekocht. Ik heb er drie. Dat zijn deze. Drie boekjes. Allereerst heb ik eentje met allemaal love dingetjes en lettertjes zitten erin. En ja, hele schattige stickertjes gewoon. Ik had deze nog niet eerder gezien. Oh, kijk, wat ook wel heel erg handig is, is dat je twee velletjes van alles hebt. Dus ja, dan heb je gewoon altijd nog stickertjes erbij. Dus dat zijn deze. En ook deze vind ik heel erg leuk. Op de achterkant zie je trouwens wat erin zit. Dus ja, die vond ik gewoon heel erg leuk. En ja, aangezien ik
heel erg bezig ben met bullet journaling, dacht ik, ik vind het gewoon hele leuke stickerboekjes. Deze zag ik ook nieuw staan, dus dat is allereerst deze. Dan heb ik ook deze met ook wat dagen van de week zitten hierin. Weer die lettertjes, wat heel erg leuk is. Ik zie deze die ik heel tof vind. Nou, de dagen van de week is altijd handig. I love you. Ja, ik love. Ik heb niemand om van te houden. Je hebt katten, maar nog meer lettertjes. Ja, gewoon super leuke boekjes die gewoon altijd heel erg wel van pas komen. Ik zal gelijk, het is handig, je kunt ze zo dicht doen met zo'n band. En de laatste die ik heb, dat is deze. En hier zitten ook lipjes en zo in. En die vind ik ook wel heel erg leuk. Ook to-do-listjes. Heel schattig, heel klein, maar leuk. Wel weer heel erg veel hartjes. Nou, het is wel heel erg veel lof, lieve mensen. Nou, weer letters. Nou, die lipjes zijn dan een beetje klein. Kijk, want dit is het lipje. Hij is heel klein. Maar goed, gewoon superleuke boekjes die, ja, die gewoon altijd van pas komen. Dus leuke stickerboekjes. Dan heb ik ook nog twee papierblokjes gekocht. Deze zitten ook gewoon dicht. Er zitten dit soort papiertjes zitten erin, dit soort blokjes. Ja, ik kan ze niet heel duidelijk laten zien, omdat ze dus dicht zitten. En ik eigenlijk nu niks bij de hand heb om het open te maken. En dit wel even met beleid moet, omdat je het anders gaat scheuren waarschijnlijk. Maar dan zit er dus deze in. En ik heb ook eentje met gewone papiertjes, gekleurde. En daar zitten dus deze in. Dus gewoon even twee basic papierblokjes die er gewoon heel erg leuk uitzien. Dan heb ik eventjes secondenlijm gehaald. Want ik heb boven een krukje staan die moest gelijmd worden. Want er zat van het dubbelzijdige tape op. Maar dat plakte niet meer zo goed. Toen zei mijn vader, moet je met secondenlijm doen. Dus ik heb even secondenlijm gehaald. Ik heb eigenlijk een haat-liefdesverhouding met secondenlijm. Want 9 van de 10 keer plak ik mijn vingers vast. Maar hey, we gaan het gewoon proberen. Of deze het goed doen is ook seconde gel lijm. Dus ik weet niet zo goed wat het verschil is. Maar hopelijk gaat hij gewoon mijn krukje weer vastplakken. Zodat de pootjes erop zitten. Dan heb ik ook nog twee kaarsjes gekocht. En deze zag ik. En deze waren vrij nieuw. Je had 4 soorten. Je had ook nog Candy Crush en iets met cookies. Nou, die vond ik allebei veel te sterk. Ik heb allereerst hier pink grapefruit. Ze zitten gewoon in een potje. Dus je kan hem opendraaien. En dan... Deze vind ik echt heel lekker. Het is gewoon een wit kaarsje die je gewoon kunt branden. Maar de geur is echt heerlijk. En die potjes zien er ook natuurlijk gewoon als super leuk uit. Althans, dat vind ik zelf. Dus deze. En ik heb dan de chocolate cake. Want ja, chocolate en ik zijn een goede combinatie. Die ruikt echt heel lekker naar chocolade. Echt. Oh, jammer dat we nog geen geur... geurcamera's hebben, want dit ruikt echt heel erg lekker. Maar ik heb er dus 2 meegenomen omdat ik die andere net een beetje te intens vond. Ik vond de naam wel super leuk. Hey, Candy Crush, dat doet me gelijk denken aan dat leuke spelletje. Maar ja, ik vond hem gewoon een beetje te sterk. Dus ik heb gewoon voor deze 2 gekozen. En die kan ik leuk in huis neerzetten. Dan heb ik even oplaadbare batterijen gekocht. Ik wilde eigenlijk heel erg graag een flitser kopen. Die moet ik uiteindelijk bestellen voor mijn camera via internet. Want die hadden ze in de winkel niet. Maar daar moeten dus batterijen bij. En die wil je het liefst oplaadbare batterijen gebruiken. Dus ik dacht, ik ben nu bij de Action. Ze hadden het nu. Laat ik het meenemen. Dus ik heb gewoon 4 van deze batterijen. Dit zijn AA. Je hebt volgens mij ook nog de AAA met oplaadbare batterijen. Dus dat zijn de batterijen. En het belangrijkste daarbij is de oplader. Want daar kunnen dus 4 batterijen in. Ik krijg er ook al 2 bij. Maar ook deze waren best wel moeilijk te krijgen. Dus misschien als je eruit gaat. Maar dit is gewoon ja, even een handige oplader om batterijen op te laden. En ik had eventjes een linnen zakje gekocht. Want ik had geen tasje bij me. Dus die heb ik ook gekocht. Dan waren dit al mijn aankoopjes die ik deze keer heb gedaan. Ik ben heel erg blij met alles. Ja, sommige dingen had ik nodig, sommige dingen misschien niet. Maar ja, soms kom je gewoon dingen tegen waarvan je denkt, oh, dat vind ik heel erg leuk. Ik ben ook heel erg blij dat ik nu weer een nieuw bullet journal heb voor 2020. Met die kwasten ben ik heel blij. Nou, met mijn schoenen eigenlijk ben ik met alles gewoon heel erg blij. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste ding vonden wat ik heb gekocht. Laat het me zeker eventjes weten in de comments. Mocht je
nog bijvoorbeeld wat meer willen zien van de stickers of van dit boekje, kan je natuurlijk altijd even aangeven bij de comments. Dan kan ik het altijd in de vlog nog even wat beter laten zien. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dit kan er op het rondje met mijn gezicht drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. En dan blijf je op de hoogte zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. En bedankt voor het kijken. Doeg!